aflevering 84. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast. En ik heb een vraag gekregen en die ga ik beantwoorden in de podcast. En het is een vraag die ik regelmatig krijg. En dat is, of tenminste, ik had op Instagram een post gemaakt over waar jullie, of in ieder geval mijn volgers, ik weet niet of je mij op Instagram volgt, maar waar mijn volgers op Instagram meer over zouden willen weten. En daar kreeg ik onder andere de reactie over spierpijn, bijvoorbeeld in nek en schouders. Ik heb dat ook nog wat verder gevraagd aan de vragenstelster. Ik zal het antwoord er ook nog even bij zoeken. Dat is wel handig. Moet ik even ergens anders naartoe. Hier is het. Wat de diepere oorzaak zou zijn of hoe je hier anders naar kan kijken. Ik heb al jaren last van en kine en osteopathie verlichten dit wel, maar het keert terug. Ik weet dat dit stressgebonden is en soms door fysieke overbelasting. Kunnen kruiden / andere tips hierbij verlichting geven? En ik heb het al vaker gezegd in podcasts. Dit soort vragen krijg ik vaak en ook altijd. Is natuurlijk ook vragen naar de bekende weg van mij. Heb je ergens een vraag? Waar zou je meer over willen weten? Is het ook logisch dat dit soort vragen komen? En laat ik beginnen met spierpijn, wat daar de diepere betekenis van is. En dat is niet in één antwoord te vatten, want dat heeft altijd een achterliggende oorzaak die voor iedereen anders is. Maar wat spierpijn over het algemeen is, is een pijn in je spieren. Dus je kan gaan kijken waar staan de spieren voor en spieren zitten natuurlijk overal in ons lichaam. Dus je kan naar het algeheel van een spier kijken waar het voor staat. Maar een spier in je nek of een spier in je voet of in je kuit zijn natuurlijk twee totaal verschillende dingen. Dus waar ik ook altijd naar kijk is waar zit het in je lichaam? En in dit geval zijn het nek en schouders. Dus dat is de bovenkant van je lichaam. Ondertussen komt mijn kat hier lekker bijna op mijn schoot zitten. Of in ieder geval even kijken wat ik aan het doen ben. Dus dat is mijn eerste ding. Al kijk waar het zit in je lichaam en wat heeft het je te vertellen. Nou, over het algemeen hebben heel veel mensen pijn in nek en schouders. En heb ik zelf ook jarenlang gehad eigenlijk. Soms komt het nog wel een beetje terug. Het heeft vaak te maken met overbelasting, met letterlijk de dingen die je op je schouders neemt. Die je voelt, de zwaarte van hetgene wat je met je meedraagt. Dus het is heel goed om te kijken, als je deze klachten ervaart, wat er op dit moment in je leven gebeurt. Wat draag je allemaal op je schouders? Is dat van jezelf allerlei zorgen? Is dat van anderen allerlei zorgen? Is dat uit het verleden? Wat is dat wat je op je schouders draagt? Want als je een hele tas vol met dingen van mensen draagt en je hebt dat op je schouders, ja, dat weegt nogal wat. Dus als je dat allemaal meezult, dan kan dat behoorlijk wat pijn veroorzaken. Dus dat is altijd als eerste een stuk waar ik naar kijk. En dan kom ik gelijk op het volgende stuk van dat osteopathie, kinesiologie, ik weet niet of dat een therapie, kine. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelt, maar in ieder geval fysiotherapie, allerlei therapieën. Wat over het algemeen gedaan, en de therapeuten die wat verder kijken, daar gelaten natuurlijk. Maar als ik vooral kijk naar een reguliere behandeling, wat er wordt gedaan, is dat er gemasseerd wordt op de plek die pijn doet. Je maakt het los, je maakt het soepel. En dat geeft even verlichting, want de bloeddoorstroming komt weer op gang.
de vochtdoorstroming in je spieren komt weer op gang. De cellen die daar zitten, dat bedoel ik met het vocht, komt weer op gang. Dus de afvalstoffen die in je spieren zitten, worden losgemasseerd. En dat gaat in je lichaam stromen. En dat is de bedoeling dat dat uitgescheiden gaat worden. Daarom kan je vaak na een massage wat hoofdpijn ervaren, omdat afvalstoffen die los worden gemasseerd, die komen vrij. Dus het is heel goed om water te drinken, veel water te drinken, om te zorgen dat die uitscheiding aan wordt gezet. Dat je gaat plassen, dat je afvalstoffen uitscheidt. Als je de uitscheiding niet goed aanzet of niet goed drinkt of... laat ik zeggen, alleen maar koffie drinkt wat verdrogend is, of groene thee of zwarte thee wat verdrogend is, dan is binnen no time, kan die uitscheiding niet meer plaatsvinden en gaan processen weer vastzitten in je systeem. Gaan afvalstoffen weer vastzitten in je systeem, wat opnieuw weer klachten geeft. En dit kan binnen een dag zijn, dit kan binnen een week zijn, dat kan binnen een maand zijn, dat is voor iedereen anders. Ligt ook helemaal aan de intensiteit van je klacht natuurlijk. Dat is de reden waarom het vaak niet blijvend werkt. Omdat het wordt losgemaakt. Maar waarom je deze klacht hebt, wordt vaak niet aangepakt. Zeker in het reguliere spectrum, zonder daar... met een verkeerde vinger naar te wijzen. Maar wat er nu heel erg in de reguliere zorg gebeurt, is dat er zoveel specialisten zijn. Iedereen is gespecialiseerd in één klein deel van het menselijk lichaam. En kijkt vaak alleen maar naar dat ene stuk van het menselijk lichaam. En pakt het niet meer als een geheel. En dat zorgt er alleen al voor dat dingen niet doorstromen. Omdat je het niet meer als een geheel ziet, maar als een heel klein fragmentje. Maar een lichaam is niet een klein fragmentje. Een lichaam is één geheel. Lichaam en geest zijn één. En als je dat los gaat zetten van elkaar, dan is er al geen verbinding meer. Dus het is heel goed om te kijken naar waarom heb ik deze klachten? Wat draag ik op mijn schouders in dit geval? Waar ik ook de podcast mee begon. En dat vraagt meer dan alleen maar losmasseren. Dat is vaak ook iets waar je niet zelf achter kan komen, of misschien wel achter kan komen, maar wat je niet gemakkelijk zelf kan verteren, want als dat wel was geweest, had je er geen last van gehad. Dus vaak is dat iets waar je wat meer hulp bij nodig hebt. Het zij door therapie, het zij door een holistische therapie, waardoor echt het hele lichaam wordt meegenomen, om echt dieper te kijken naar de oorzaak. Ik pak nog even de vraag erbij. Dus ze heeft hier al jaren last van en het keert elke keer terug. Dat heeft hiermee te maken. En dat kan dus echt dat kan zijn dat je er een hele poos geen last van hebt, maar dat je daar op een gegeven moment weer last van krijgt. En dat heeft ermee te maken dat afvalstoffen in je systeem vast komen te zitten. Neem even een slok water. We produceren de hele dag door afvalstoffen. Door voeding wat we eten. Er zitten altijd stukken in die niet voedend voor ons zijn. Dus die scheidt je lichaam uit. Hormonen die klaar zijn met hun proces wat je lichaam uitscheidt. Bloedcellen die uitgescheiden worden, cellen vernieuwen, dus de oude cellen worden uitgescheiden. Nou, dat is allemaal ontlasting, urine, dat wordt allemaal uitgescheiden. En zo werkt dat ook met het vocht, de lichaamssappen, zoals dat heel mooi wordt gezegd, in je lichaam. Die scheiden we ook uit. En die worden in ieder geval ververst. Dus het is daarom is het ook heel belangrijk om voldoende te drinken. Om gezond te eten. Zodat je... mijn kat zit ondertussen iets heel raars te doen. Zodat je vernieuwt. Zodat je lichaam opnieuw vernieuwd, opnieuw geboren wordt. Verjongd, gewoon gezond blijft. En wat er vaak gebeurt, is dat we te weinig reinigen.
dat is ons systeem in verhouding te veel belastende stoffen binnenkrijgt. En niet alleen, denk niet alleen aan eten, maar denk ook aan cosmetica, aan alles wat je op je huid smeert, aan de luchtvervuiling, aan gedachtes, aan emoties, aan gevoelens, aan energieën die je van andere mensen oppikt, energieën die je vanaf de tv oppikt. Het hele spectrum. Als dat in verhouding te veel is van wat je kan verteren, dan gaat je lichaam dingen opslaan om het maar niet te hoeven verteren. En dan heeft je lichaam allemaal shortcuts waarin je lekker de dingen waar je eigenlijk niks mee wil of die je even niet wil zien of niet wil voelen, kan in je lichaam opgeslagen worden. Dit gebeurt over het algemeen in je bindweefsel. Maar als dat op een gegeven moment te veel wordt, dan gaat dat ophopen en kunnen de sapstromen in je systeem niet meer volledig de cyclus doorlopen. Dus dan krijg je last van spieren, last van gewrichten, last van ontstekingen. Dat werkt voor iedereen anders, omdat elk mens een ander persoon is. Dus bij de een zit zijn zwakkere plek meer in de spieren, bij de ander zit het meer in de gewrichten. En dan kan je denken aan artrose of reuma in het ergste geval, of gewoon pijnlijke gewrichten. Daar begint het vaak mee. Fibromyalgie is hier een gevolg van. Kleine ontstekentjes in je systeem, prikkelbare darmsyndroom, blaasontsteking, keelontsteking, oorontsteking, al dat soort dingen zijn uitingen van het lichaam dat er dingen niet stromen. En een ontsteking is meer een vurige reactie. En het vastzitten in je spieren is een verzurende reactie. En dat heeft meer met het waterelement te maken, met je nieren. Dus wat je moet doen, is je lichaam ontzuren. Dat doe je al door veel water te drinken. Of dat kun je doen door veel water te drinken. En veel betekent niet te veel, want je kan je lichaam daar ook weer mee belasten. Maar zeker 1,5 tot 2 liter en liever zelfs nog iets meer. Maar gaan we eens kijken hoeveel water je drinkt. En als je dit al drinkt, dan heb je waarschijnlijk nog een stap meer nodig. En je kan het ook met voeding doen, ontzurende voeding eten, meer balans in je voeding brengen. Maar ook in wat voor verzurende gedachtes heb ik. Wat voor een verzurende emoties heb ik? Wat vertel ik mezelf elke keer? Ben ik niet goed genoeg? Doe ik het niet goed genoeg? Wil je de controle op dingen houden? Dat heeft ook vaak met je controlemechanisme te maken. Want als je kijkt naar spieren die vastzitten, daar zit dus een bepaalde controle op. Je kan me niet zien, maar ik knijp mijn handen helemaal samen. Van, daar zit iets op wat je in bedwang wil houden. En je nek en je schouders zijn de brug tussen je hoofd en je lichaam. Dus wat wil de regie houden in je systeem? Over het algemeen het hoofd. Wat de regie wil houden, waarin je dus niet meer bij je voelen komt. Niet meer bij je gevoel komt. En waar zit nou precies ons gevoel? In ons water. In de nieren. En nou ja. Daarmee heb ik de cirkel weer rondgemaakt. Want dat is juist de verzuring heeft te maken met je nieren. Met een belasting. Natuurgeneeskundig gezien, let op, van je nieren. Dus dat betekent niet zozeer dat je nieren per definitie zwak zijn. Maar dat je moeite hebt met voelen waarschijnlijk. Moeite hebt met het... Je nieren gaan heel erg over je basischakra, dus je eerste chakra. Hoe veilig voel je je in je lichaam? Hoe veilig voel je je bij jezelf, in je leven, in je sociale omgeving? En je kan je heel veilig voelen, maar als je nog wat dieper lager in jezelf afgaat, kan je toch een bepaalde onveiligheid tegenkomen. Dat je niet helemaal in de alle volledigheid durft te zijn wie je bent. En dat kom ik
bij mezelf ook redelijk vaak nog tegen. Toch weer een laagje ergens tegenkom dat ik me kleiner hou dan dat ik ben. Zelfvertrouwen heeft hiermee te maken. Hoe vertrouw je jezelf? Hoe durf je je ware essentie te leven? Ik heb hier een paar podcasts geleden een podcast over opgenomen. Daar komt het uiteindelijk op uit. Wat neem je allemaal op je schouders om te zijn wie je bent? Waar haal je bestaansrecht uit om je leven te leven, om niet te hoeven voelen? Weet je, dit zijn hele diepe vragen die je waarschijnlijk niet eens zo kan beantwoorden. Maar daar gaat het uiteindelijk wel naartoe. En als je dat stuk van jezelf kan zien, en dat stuk van jezelf kan helen, dan zal het ook overgaan. Maar zolang je dat niet doet en eigenlijk het alleen maar losmasseert en het voor de rest niet afvoert, gaat het weer vastzitten, vroeg of laat. En dus ik heb hier ook geen quick fix voor. Er zijn natuurlijk genoeg kruiden die hierbij helpen. En dan kijk ik niet naar de klacht. Tuurlijk neem ik het erin mee, maar ik kijk ernaar van wat gebeurt er in jouw systeem. En daarvoor pak ik jouw hele systeem mee. Dus ook je spijsvertering, ook je lever, ook je luchtwegen. Hoe sta je in het leven? Hoe geef je je leven vorm? Waar loop je tegenaan? Waar zitten je angsten? Waar zitten je belemmerende gedachten, je belemmerende overtuigingen? En dat gaan we aanpakken. En dat gaan we ook met kruiden aanpakken. Zodat je vrij kan stromen in het leven. Zodat ook alles kan stromen in jouw leven, in jouw lichaam. Dus dat, ook daar zijn niet zo standaard kruiden voor, want iedereen krijgt een ander kruidenrecept, omdat elk persoon weer anders is. Maar om je toch een tip te geven, is arnica, de good old arnica, is een heel fijn kruid om te zorgen dat je spieren en gewrichten soepel worden om je daarmee in te smeren. Weleda heeft een hele fijne olie. Die is heel puur, dus die adviseer ik altijd. Daarmee kun je je schouders en je nek in dit geval, of de plek waar jij last van hebt, daarmee insmeren. Maar let wel, dit is ook pappen en nat houden. Dus dit gaat je niet helpen om het op te lossen. Daarvoor zijn echt diepere lagen nodig om aan te kijken. En jezelf daar in je volledigheid in te zien. En vanuit daar weer de brug slaan met jezelf. Want je nek en je schouders zijn ook de brug, wat ik net ook zei, tussen je hoofd en je lichaam. En als dat weer kan stromen, het zit ook aan de achterkant, op je vijfde chakra, dus het gaat over je eigen waarheid spreken. Waar zit daar de verkramping nog op? En je vijfde chakra heeft met je tweede chakra te maken. En dan kom je op het vertrouwen op jezelf. Dus waar vertrouw je jezelf nog niet om je eigen waarheid te spreken? Waar hou je jezelf nog in de verkramping? En als je die vraagstukken kan A, beantwoorden, maar B, ook kan transmuteren, uit je systeem halen, dan komt er heling. Want dan kan jouw energie aan de achterkant van jouw lichaam, de energie over jouzelf, kan weer volledig stromen. Het tweede chakra gaat over je levensenergie, over je sensuele, seksuele energie die geblokkeerd is. Tenminste, in dit verhaal. En dit is natuurlijk een vrij simpele conclusie, maar dit is wel de conclusie die ik eigenlijk altijd trek bij mijn cliënten. Bij mijzelf ook, ik herken dit zelf ook. Het is een geblokkeerde levensenergie die niet meer vrijelijk kan stromen. Dus die ook de verkramping ingaat, waardoor je vast komt te zitten in je eigen overtuigingen, in je eigen manier van leven, in de dingen waar je bestaansrecht uit hebt gehaald. Het stroomt niet meer. Het gaat letterlijk vastzitten. En dat heeft met je nieren weer te maken.
die mogen weer gaan stromen. De processen in je lichaam mogen weer gaan stromen. En vanuit daar kun je jezelf helen. En dat is eigenlijk hoe ik hier naar kijk, naar dit soort klachten. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten, dat klinkt heel raar, maar de klachten waarmee ze komen, dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. Want in principe kan alles behandeld worden, omdat het niet zozeer gaat over de klacht. De klacht zegt iets over jou als unieke persoon. Hoe uit het zich? Maar de boodschap daaronder is veel belangrijker. Want als we die kunnen aan het licht kunnen brengen, en dat kunnen helen, dan maakt het niet uit wat voor een klacht je hebt, want dan heelt het. En de ene klacht is intenser dan de andere klacht. De ene klacht heb je ook veel langer dan de andere klacht. En dat maakt hoe lang het traject duurt. Maar de boodschap is eigenlijk, zeker ook in deze tijd, ik heb het al vaker gezegd in de podcast, alles wordt op dit moment naar buiten gedrukt wat niet meer functioneert, wat aan het licht mag komen. En het is heel goed om dat ook in het licht te zetten, om dat aandacht te geven en om dat, als dat niet meer functioneert, uit je systeem te halen, zodat je kan doorbewegen. En alles wat je blijft onderdrukken, dat zal er hoe dan ook op een moment weer naar boven ploppen. Want alles mag aan het licht komen wat niet goed voor jou als persoon werkt. Zo gaat dat op wereldniveau, maar zo werkt het ook op ons lichamelijk niveau. En met lichamelijk niveau bedoel ik niet alleen ons fysieke gestel, maar ook energetisch, sociaal, emotioneel en mentaal. Dus met dat hele aspect is de bedoeling om daarnaar te gaan kijken. En daarom komen dingen nu ook echt naar boven. Daarom worden dingen nu ineens zichtbaarder. Daarom ga je meer last krijgen van dingen. Omdat het gezien wil worden. Dat is het enige. Het wil gezien worden en waarschijnlijk losgelaten worden. Dus dat over spierpijnen. Dus het gaat echt over de verzuring in je systeem, de verharding in je systeem. En dat heeft met het waterelement, met voelen te maken, met onze vrouwelijke kracht, sensuele kracht uiteraard, levensenergie en je vijfde chakra in dit geval, omdat het in je nek en schouders zit. Dus wat zet je op je schouders? Wat draag je allemaal? Maar ook je achterkant van je vijfde chakra gaat over je eigen waarheid spreken. Het uiten. En daar zit in dit geval een blokkade op. En dat mag verholpen worden. Zodat de stroming, je levensenergie weer kan gaan stromen. En je lichaam en je hoofd weer in verbinding met elkaar kunnen komen. Want dat is nu door dit stuk hier in je nek afgescheiden van elkaar. Dus ik hoop dat jullie hier, jij die net luistert, hier wat aan heeft. En ook Jona, de vraagstelster. En ik wens je een hele fijne dag.